Ik neem jullie ook nog eventjes mee naar mijn kamer. Super lang filmpje. Ik loop nu door de entree van het hostel. Ik ga zo meteen eventjes kijken waar de kitchen area is. Want ik ga even kijken, als het goed gaat, er meer mensen vanavond naar de markt. En ik kom ze daar straks onderweg al tegen. Kijk. Zo zien de kamers eruit in het hostel. Puf, eigen steun. Topconditie. Nou, ik zal je nu gewoon eventjes delen. Oké, we gaan eerst naar de eerste verdieping. Want daar heb je de keuken. En het zwembad, waar ik niet in ben geweest. Want wat zou ik doen in een zwembad als ik het strand om de hoek heb? Oké, goed. Nog meer kamers. Super interessant allemaal. Kijk, vogel. Half zwembad. Andere helft van het zwembad. Bar, luide muziek. Mensen, een solar mensje, denk ik zo, met zijn rode t-shirt. Nou, ik zal even het uitzicht laten zien vanaf hier. Zie, aan de overkant heb je de chilies. Nou, er staan een paar barbecues. Hierboven ga ik echt niet laten zien, maar daar kun je je was doen. Oh, misschien vinden jullie het ook wel leuk om even de keuken te zien. Kijk, koelkasten. Hi! Wasbakken, bordjes, kopjes, gedoe. Dat wil zeggen, je bestek en zo, dat betaal ik borg voor. Nou, check het uit. Dit zijn mijn boodschappen die niet in de koelkast hoeven. Daar zijn mijn boodschappen die er wel in moeten. Gaspitjes. Nou, heb je de keuken ook weer voor de lift. Super spannend allemaal. Kijk, hij komt eraan. Oeh, ga ik eventjes mijn eigen verdieping laten zien. Niet zo heel spannend allemaal. Zal ik je ook even laten zien hoe het komt dat ik bijna elke dag met de deur in huis val. Want het deurensysteem is echt wonderbaarlijk. Het sesam open nu. Hey! Het is Crystal. Maar die heet niet echt Crystal. I am talking to my YouTube video situation. So I'm going. Goodbye. See you later. Zo, dat was Crystal. Die niet echt zo heet. Maar ze heeft een Chinese naam. Die erg ingewikkeld is. Oké, ik zal even kijken of ik kan filmen in de badkamer zonder dat ik iemand op de foto zet. Want dat is een beetje creepy natuurlijk. Geen blote mensen hier, dus ik kan rustig even laten zien. Wc. Badkamer, ik hoor een Nederlands op de achtergrond lachen. Nou, zo ziet het er ongeveer uit. Goed, zal ik je nou even laten zien hoe ik met de deur in huis val? Oké, de eerste poging mislukt meestal. De tweede poging ook. Ja, bij de derde poging. Gelukt. Ah, ze zijn er niet. Nou, ja, dat kan natuurlijk. Oké, dit is onze kamer. Hop, vier bedjes. Oeh, ik slaap in de bovenste. Yay. Maar ik ben dus de bibliotheek uitgejaagd. Niet omdat ik me zo akelig gedroeg of zo. Maar gewoon omdat de bibliotheek om 5 uur al dicht gaat. Dus ga ik jullie toch eventjes meenemen naar de laundry room. Want daar is het wat rustiger meestal dan bij het zwembad. En dan kan ik tenminste eventjes doorgaan met editen. Maar ik hoop dat ik nou genoeg heb gepraat, speciaal voor Lisanne. Want ik weet niet zo goed wat ik allemaal zeggen moet. Spreken jullie later. Dus op weg naar de wasruimte. Kijk, mooi uitzicht op opnieuw het zwembad en de bar. Mensen die ik niet ken, de meeste, denk ik. Oké, wasmachines. Blij dat jullie dat eventjes meekrijgen. Heleboel was.
Check out de rode shirtjes. Die zijn van de Universiteit van Twente. Vond ik mensen doen mee aan de Solar Challenge. Nou, wasbakkie. Uitzicht, geweldig. Waspoeder. Maar als je geluk hebt, kun je dat ook gratis ergens scoren. Bankjes ook. Geen schaduw. Ik ga even een stoel scoren en ik ga nog eventjes door met editen. Spreek jullie later. Filmpjes maken zal ik ook eventjes laten zien hoe mijn benen eruit zien na het gekampeerd. Maar vooral ook doordat ik de helft van de tijd vergeet om me in te smeren met anti-insect. Goed. Check het uit. En het is bij mij nog niet eens het ergst van de rest van de groep. Oké, een levensgevaarlijke wond op mijn knie. Want bomen geven niet mee. Ik heb net zoiets op de achterkant van mijn andere been. Want er bleek een trappetje in een zwemgedoe meer bij een waterval niet helemaal door te lopen. Dus oké, ik heb mezelf behoorlijk comfortabel gemaakt bij de wasmachines. In een redelijk schaduwvolle plek. Had ik al gezegd dat ik flamingo haar heb? Nee. Nou, ik heb flamingo haar. Yeah, woehoe. En weer weggeschoren. Super cool.